Bisschop Frans Wiertz is op een bijzonder moment in zijn leven aangekomen. Na bijna 25 jaar gewerkt te hebben als bisschop, gaat hij met pensioen. Het is ongelooflijk wat een hoeveelheid boeken hier liggen en staan. Ik heb natuurlijk in zekere zin het voordeel dat ik vrijgezel ben mijn hele leven. Ja. En dat betekent dat je altijd 's avonds, als je thuis komt, ik probeer om 10 uur altijd thuis te zijn, dat je dan op zich wel tijd hebt. Dat is mijn vrije tijd, dan ga ik lezen. Na 10 uur, dan is er niks, geen telefoon, geen gedoe meer. En dan doe ik de schoenen uit en dan ga ik lezen. Het is zo geregeld dat de bisschop met 75 jaar met pensioen moet gaan. Maar ja, vergeet niet, ik sta nog midden in het leven van alle dag. En heb om me heen een heleboel mensen die met me meegegroeid zijn in die 25 jaar. Ja. Die aan je vastgegroeid zijn ook voor een stuk, waar je vertrouwd mee bent. En die je ook nu natuurlijk mee helpen. Ik zie er wel eens tegenop dat ik denk, ja, als ik eenmaal ergens hier weer weg ben, dan moet ik mijn eigen leven helemaal opnieuw opbouwen. Ik heb altijd graag gelezen, maar mijn ogen zijn heel slecht geworden de laatste tijd. Als je gedacht hebt, nou, als ik gepensioneerd ben, dan ga ik nog lezen, dan kan ik nog van alle handen houden. Dat zal waarschijnlijk niet meer kunnen. Ik heb een heel jaar de tijd om daar nog te kijken wat dan nog wel kan en hoe. En bovendien zijn er ook altijd weer, mensen zijn heel vreemd wezen, compenserende mogelijkheden.